Vast online plenair programma, daar zijn we dol op. Of FreeFlow persoonlijk programma? Zonder plenair gedeelte. FreeFlow. Niet bij elkaar komen, geen gemeenschappelijke boodschap. Iedereen zijn eigen ja, weg laten gaan. Kijk, het liefst natuurlijk beide. Nee, maar ik denk dat mensen. Dat is volgens mij echt veranderd na de pandemie. Dat mensen die, die willen. Je wil, niet, je wil mi, niet, niet meer misbaar zijn, zeg maar. Dus als jij zelf je programma maakt. en je bent zelf actief, zeg maar, stakeholder in het evenement. Ja. Dat is waar mensen naar op zoek zijn. En ik denk als mensen in een grote zaal zitten, je zit op rij 200 zoveel, en je hebt het idee, ja, als ik hier naar buiten loop, is er niemand die me mist? Ik denk dat dat niet meer werkt. Uh, we hadden pas een hele leuke sessie met Erik de Groot, en die zei van goede evenementen, daar vindt één iets plaats, dat is zinvol groepswerk. Als je dat kunt bereiken, dan hè, hebben mensen echt idee Ik was hier, ik heb wat bijgedragen, ik heb wat meegenomen en dan klopt het evenement. Maar ik denk dat mensen die met het evenement komen om alleen wat mee te nemen, wat te luisteren, zeg maar, even weg te gaan. Ik denk dat, dat mensen het heel leuk vinden om bij te dragen. En als je natuurlijk binnenkomt, ik kunt meteen aan de slag. Hè, dus daarom ga ik daar meer op aan. Dus ik zou dat ja. plenaire programma. Plus, het is ook een beetje uit de tijd van vroeger, vind ik. Dat je een plenair programma maakt, weet je het verhalen vertellen op de dingen. He, theaters uh, draaien nog steeds op, he, op, op, op die oude kunst. Ja, er zijn hele boeken over volgeschreven hoe je een boodschap moet, moet brengen met peak en rules en dat soort dingen. Maar ik denk, al nu wil je gewoon, mag het wat organischer volgens mij. Ja. Kijk naar Burning Man. Je, dat is, uh, er gebeurt niks, iedereen komt er naartoe. Een geweldig evenement. Dat is volgens mij een beetje summum wat je kunt bereiken. Ja. Maar oh, juist omdat ze ook iets kunnen bijdragen aan, ja. aan het concept. Aan ja, die zitten daar ook niet alleen om zich heen te kijken wat er gebeurt. Die zijn allemaal bezig, zeg ja. maar. Ja. Het wordt zelfs verplicht gesteld om een deelname te hebben. Ja. Oké, okay, dus geen podiumprogramma's meer uh, waarin er wordt gezonden? Van mij mag een heel stuk minder. Okay. Dus dat is ook de reden waarom Inspire op die manier is opgezet? Want... Onder andere. Ja. 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 Ik zeg wel eens heel gek, als je een Spire in een World Forum organiseert, dan is het gewoon een, een symposium met allemaal subsessies. Ja. Maar breng het naar de natuur, haal inderdaad een stukje plenair eruit en ineens heb je een leuk festival en is de dynamiek heel anders. En gaan mensen lekker zelf aan de slag en uh, dat werkt gewoon. Ja. Ja. En, en dit is jouw mening, maar wat zie je bij het genootschap? Zit die nog in, in traditionele rol? Ja, zeker weten. Ja. Ja, maar dat heeft ook vaak te maken. Je hebt natuurlijk met je interne stakeholders uh, van doen. En vaak wil de directeur toch even zijn of haar relaties aanspreken, of ja. even, even een update geven. Of, uh, dus, het is natuurlijk stelling, dus ik moet kiezen. Dus er is niks mis met het stuk plenair. Alleen ik denk dat we nog te veel en te vaak zenden. Uh, hoewel eigenlijk willen we natuurlijk weten wat onze klanten bezighoudt, onze relaties. Ja. De, de kennis zit in de zaal, niet op het podium. En ik denk als we dat gaan inzien, dat het wel interessanter wordt. Mooi. Ja. Ik had nog heel veel vragen willen stellen, maar we zitten ja, alweer weer aan. Ja, aan de ja tijd. En zo snel gaat het. Ja, oké. Okay. Ja.